In Lelystad in Flevoland zijn we op weg naar nieuwe energie. Dat betekent dat we energie moeten besparen en moeten overstappen op duurzame energie. Maar wat doen ondernemers al? Dat vraag ik deze aflevering aan Leen Schaap in Lelystad. Goedemorgen Leen. Dag Romy, goedemorgen, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We staan hier vandaag bij Schaap Shipcare. Wat doen jullie precies? Ons bedrijf is gespecialiseerd in repareren, onderhouden, stallen, handelen van boten. Daarnaast maken we ook high-tech composiet producten, vooral voor de superjachtindustrie. En ik hoor dat jullie bezig zijn met verduurzaming. Wat hebben jullie al gedaan daarvoor? En dat wil ik je wel laten zien. Dus als je even meeloopt, dan gaan we daar naartoe. Nou Leen, wat hebben jullie hier gedaan qua verduurzaming? Deze loods is een oorspronkelijke loods van Rijksdienst IJsselmeerpolder. Dit zijn hele degelijk gebouwde loodsen. Alleen ze hadden één probleem en dat was dat er asbestplaten op zaten. Dus die zijn eraf gegaan en daarvoor in de plaats zijn hele goed isolerende sandwichpanelen gekomen. Wat wij de afgelopen tijd hebben gedaan is, we zijn begonnen met vloerverwarming. Dat geeft een mooie egale warmte, zeg maar, en is eventueel in de toekomst ook te gebruiken voor koeling. En we hebben sinds kort ook LED-verlichting. Dat merken we echt heel goed in het energieverbruik en dat scheelt enorm. Zijn jullie al bezig voor bepaalde dingen in de toekomst qua verduurzaming? Ja, we zijn natuurlijk heel erg aan het volgen wat er om ons heen gebeurt, welke collectieve initiatieven er zijn en daar willen we graag op aansluiten. We zijn onder andere ook aan het kijken naar zonnepanelen, zeg maar, op het dak. Heb je misschien nog tips of adviezen voor andere ondernemers die ook willen gaan verduurzamen? Nou, om te beginnen moet ik zeggen dat de gemeente heel veel initiatief toont en via het platform Noordersluis en Oostervaart oproept aan ondernemers om zich aan te sluiten en te verenigen. Met elkaar kun je veel meer en kun je ook kijken van en waar je elkaar kan versterken en krachten kan bundelen. En dat zal echt moeten gebeuren, denk ik. Wil jij ook een bijdrage leveren aan de energietransitie in Lelystad en je bedrijf meer verduurzamen? Kijk dan voor meer informatie op de website van gemeente Lelystad. Of op de website van Energie Expertise Centrum Flevoland.